wanneer de stroom uitvalt op de dansschool. En nu gaan we weer terug naar huis rijden. Ik had hem niet zo groot verwacht eerlijk gezegd. Hij is echt heel erg mooi. Ja, hij zit gewoon echt perfect. Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag is het donderdag. Ik begin de vlogs echt steeds meer op rare tijden. I know, I'm sorry. Ik ben even het Sinterklaasjournaal aan het terugkijken. Want ik wil even op de hoogte zijn van alle nieuwtjes en ins en outs. Omdat ik natuurlijk best wel veel met alle kinderen van de dansschool ben en zo. Vind ik gewoon leuk. Ik ben echt altijd... Vroeger was ik al fan van het Sinterklaasjournaal. Vond ik altijd zo leuk om te kijken. Ook in de klas en zo. En nu vind ik het ook nog steeds heel erg leuk om te kijken. En ik ben ook nog even wat dingetjes aan het voorbereiden voor mijn lesjes. Ik moet zo heel eventjes wat afmaken. En ik heb wat edit dingetjes om te doen. Ik was gisteren wees filmen met Annelot. Iemand die in mijn crew heeft gezeten vorig jaar. En die wilde een mooie video van een choreo en een stukje freestyle. En dat hebben we gisteren gefilmd. En dat gaan we dus nog editen. Dus dat gaan we waarschijnlijk vandaag even doen samen ook. Deels. Het is weer donderdag. Donderdag is altijd een beetje, zeg maar, voelt een beetje als een vrijdag voor mij vaak. Omdat dat mijn laatste werkdag is. En eigenlijk is het dan altijd een feestje. Want ik hoef eigenlijk alleen maar les te geven. Ik geef mezelf altijd een beetje semi-vrij op de donderdag. Qua werk voor mijn online marketingbureau. Omdat anders lopen dingen heel erg door elkaar. Ik kan niet zo goed handelen. Super chill. Ik ga eventjes lekker wat dingetjes doen nog. En dan onderweg naar een basisschool waar ik altijd mijn workshopjes geef. En daarna gaan we lekker dansen op de sneakers. Op de sneakers studio. Wanneer de stroom uitvalt op de dansschool. En je er gewoon een kerstfeestje van maakt. Overal zijn kerstlichtjes. Die zijn fantastisch. Oh, dit is heel fel. Good morning. Middag is het eigenlijk al. Het is al 12:30. Ik heb even vanmorgen een beetje gewerkt. En ik ga nu de stad in. Want ik ga even shoppen. Alvast een beetje kerstinkopen doen. Kerstcadeautjes, Sinterklaascadeautjes. Ik weet het allemaal niet eens meer. Ik dacht als ik daar vroeg mee begin. Of in ieder geval ga oriënteren van wat moet ik gaan halen. Dan komt het goed. Ja, dus dat ga ik doen. Ik neem even een broodje mee voor onderweg in de auto. En dan ga ik rijden. En ik heb een nieuw blouseje aan. Ik heb namelijk een bestelling gedaan bij Afound of Afound. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Hele leuke webshop. Geen spon, by the way. Ik doe nooit sponsorde dingen eigenlijk. Dan zeg ik het er altijd duidelijk bij. Maar dit is een blouseje van Soft Rebels. En dat is best wel een duur merk, vind ik. Ik vind het best wel prijzig. Maar op Afound heb je dus allemaal items die dus al in de sale zijn geweest. Die niet meer, die gewoon niet meer in de collectie zijn. Die niet meer verkocht worden in de winkel zelf. Die koopt Afound dan op volgens mij. En dan verkopen ze het met hoge kortingen. Dus eigenlijk, normaal gesproken zouden die items dan gewoon weg worden gedaan, denk ik. Omdat, als het eenmaal uit de sale is, dan je kan het niet eindeloos in de sale blijven hangen, zeg maar. En Afound koopt dat dus op en die verkoopt het daarna weer. Super chill. En ze hebben echt mooie items. Heel veel merken die we gewoon kennen. H&M, Monki, Guess Two's, Soft Rebel. Dus ik vond het heel erg leuk. Even kijken of ik kan filmen. Goed kan filmen. Dit is het blouseje. En ik heb hem al een paar keer gezien op de webshop. En ik vond hem echt heel erg leuk. Het printje vind ik echt heel erg cute. En ik hou van dat lila. En dat oranje-achtige bruin vind ik. En dus dit is mijn outfit. Let's go! Oh ja, en ik zat ook nog te kijken welke oorbellen zijn een keer leuk bij. Maar ik vond dus deze heel leuk hierbij. Ik word gehept. Ik heb echt een leuke lesjes gehad. En nu gaan we weer terug naar huis rijden. Ik neem even een reepje, want ik heb geen eten meegenomen. Handig.
Anouk was gisteravond gezellig even blijven slapen, want we hadden film gekeken. Dat was heel gezellig. En toen gingen we allebei lesgeven om 11 uur, maar ik moest om 9 uur al de deur uit. En zij pas om 10:45, waarschijnlijk om 10:30 of zoiets. Dus the difference. Ja, maar de groep is wel echt heel erg cute. Dus ben ik blij mee. Zo, ik ben inmiddels thuis. Ja, het was weer een productieve training. We hebben een beginnetje gemaakt aan de mix. Aan de crew mix, zeg maar, wedstrijd mix. Ze vonden het best wel tof. Ze hebben de mix gehoord wat ik tot nu toe heb neergezet. Ik had wat ideetjes van choreo's en nummers. En die heb ik samengeplakt. En daar heb ik gewoon even een basisopzichtje van gemaakt. Maar ik weet niet of dat zo blijft of wat dan ook. We hebben in ieder geval een stukje uit het midden gepakt waar we mee aan de slag zijn gegaan. En dat gaan ze nu thuis oefenen. En cleanen, et cetera. En dat is spannend, want ik ben benieuwd of ze of dat gaat zien. We gaan ook nog een vette trick ergens tussendoor gooien. Dus ja, leuk. En nu ga ik even de video's kijken, want ik ga ondertussen ook wel wat posities maken. Want nu zit alles nog een beetje in mijn geheugen van hoe iedereen heeft gedaan. En dan maak ik posities en dan check ik volgende week even of ik het daar nog mee eens ben. En dan maak ik posities daarna echt definitief. En daarna ga ik het Sinterklaasjournaal terugkijken. Want dat is mijn vaste dingetje wat ik elk jaar doe eigenlijk. Alleen ik kan het bijna nooit zien omdat ik altijd wat anders heb. Zeg maar, ik kan het nooit live zien. Maar ik kijk het wel altijd terug. Dus dat ga ik zo doen. Vind ik leuk. Ook om een beetje op de hoogte te blijven voor de kids. En ja, dus dat ga ik doen. Het is een goede zaterdag, jongens. I love it. Ik ben mijn haar even aan het krullen. Vind ik leuk. En het is vandaag gewoon lekker zo'n typische zondag. Lekker chill. Ik ga straks even granola maken. Want ik heb van die kokosyoghurt. En dat vind ik echt heerlijk met zelfgemaakte granola. En door de week heb ik daar echt nooit de tijd voor. Of vergun ik mezelf daar de tijd niet voor. Dus typische zondagactiviteit. En verder ga ik gewoon lekker chillen. Lezen, boekje lezen. Filmpje kijken. Ja. En even een update. Deze vriend is ook aan zijn eind. Ja, ik denk dat ik hem maar weg gewoon ga doen. Want volgens mij heeft hij ook gewoon hele kleine wortels. Er komt niks nieuws uit ook volgens mij. Dus deze ga ik weggooien. Maar het stomme is, volgens mij is deze plant gewoon niet geschikt voor mij. Want hier moet ik eigenlijk echt terug naar de ranzijn. Maar ik heb daar gewoon geen zin in. Dit is een nieuwe plant en hij heeft nu al 2 bladeren verloren. Het is eigenlijk echt zonde. 4 euro, kijk. Maar kijk. This is the reason why. Ik heb deze niet verzopen. Ja, ik ga deze weggooien. Ik weet het niet hoor, jongens. Maar deze plant is gewoon niks voor mij, denk ik. Ik moet het maar gewoon bij me neerleggen. Calatheas daarentegen doen het echt top bij mij. Dus, nou goed. We'll see. Ik ga granola maken. Met havermout en noten. Ik heb ze al hier liggen. En het grappige is altijd als ik granola ga maken. Ik ken het recept niet uit mijn hoofd. Ik kijk altijd mijn eigen video terug. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit met dingetjes. Maar het is wel heel handig. Want ik laat het daar gewoon heel simpel even zien. Wat ik er ook alweer in doe. En hoe heet en zo. En, dus dan stop. En hele goede avond. Het is maandagavond. En ik heb lekker gewerkt vandaag. Een aantal belletjes gehad. En het is 7 uur. En mijn Gymshark bestelling is binnengekomen. En die wil ik heel graag even laten zien aan jullie. Alleen ik wacht even tot het al meer licht is. Dus dat doe ik morgen. Maar oh, ik heb er nu een aan. Een legging. En het zit zo chill. Oh my god. Ik snap nu wel echt de hele hype om Gymshark. En ja. Dus dat ga ik even opruimen. Want mijn hele bed ligt nu vol met Gymshark kleding. Dan ga ik even nog wat video's kijken en lezen. En wat dingen leren. En de maandag is weer lekker heftig, zeg maar. En ik heb mijn zoutlampje verplaatst. Ik heb hem hier neergezet. En ik vind het wel heel erg cute. Dus. Ik moest soms zo hard om mezelf lachen. Dat is echt niet normaal. Ik wilde echt net. Stond ik op. En toen dacht ik. Oh ja, ik ging mijn Gymshark outfits laten zien. Het is 4:45. Dus je begrijpt natuurlijk wel dat het alweer pikdonker is. Ik moet echt soms nog wennen aan de wintertijd. En aan überhaupt dat het donker is in de winter. Maar goed, morgen dus. Ik heb wel iets heel tofs waar ik heel excited over ben. Ik vind het rete spannend. Ik heb besloten dat ik ga werken met een business coach. En ik vind het echt heel erg spannend. Best wel een investering. Maar dat ga ik er hoe dan ook uithalen. Ik vind het zo tof en ik ben zo enthousiast. En ik denk, ik heb dit nodig.
voor dat extra steuntje in de rug. En gewoon een beetje richting hebben, zeg maar. Dus ik ben super excited. Can't wait. En nu ga ik douchen. En dan ga ik eindelijk iets doen wat ik al dagen heb uitgesteld. En dat is dit boekje lezen van Mark Bommers. Vond ik interessant. Niet per se voor wat erin staat, denk ik. Want het spreekt allemaal best wel voor zich voor mij. Want dit is nou eenmaal mijn werk. Maar ik vind het gewoon interessant hoe hij dat allemaal aanpakt. En hoe hij het er verwoordt ook en zo. Daar kan ik dan weer van leren. Dus ik kijk meer naar hoe het gebracht wordt in plaats van wat erin staat. En dan ga ik lekker chillen vanavond. Good morning. Ik heb even mijn Gymshark outfit aan. Of een van de. Ik dacht, die laat ik even zien. Ik heb nu gewoon een hele basic zwarte legging aan. Ik zal even mijn camera neerzetten. Don't mind the mess. Ja, dit is gewoon zo'n hele basic legging. Die echt super lekker zit. Het is echt zo'n chille stof. Niet normaal. En deze top is van de nieuwe collectie. Iets met de Camo Adapt collectie. En hij heeft een hele mooie achterkant. Als je kan zien. En hij zit echt heel erg mooi. En heel chill. Ik vind die omslag wel tof. Geeft net even wat extra's. Vind ik wel leuk. En ja, hij zit gewoon echt perfect. Dus. Ik had ook nog een andere set. Een burgundy paarsrode kleur. Maar die zat echt best wel strak. En de top die ik had bijbesteld. De lange mouwen top. Die was echt veel te kort. Ik snap niet hoe het kan. Want ik had gewoon een maat S. En ik ben echt heel erg kort. Ik ben 1,55 meter. Die mouwen waren bij mij al te kort. Dus ik weet niet hoe dat dan zit met mensen die gewoon... Nou ja, 1,75 meter zijn bijvoorbeeld of zo. Of 1,65 meter. Dan kom je daar helemaal niet in, lijkt mij. Maar goed. Ik ben heel erg blij met deze twee sets. Ik heb dus deze en dan nog een groene. Hele mooie kleur. Deze kleur ook met een... Sport BH. En die zal ik vanmiddag even aandoen. Eerst ga ik even eten, ontbijten. Heel klein beetje werk doen. Even wandelen. En dan ga ik die aandoen. En dan ga ik ook even sporten. Want dat heb ik vanmorgen niet gedaan. Want ik heb een hele trage ochtend. Soms heb je dat. Ik zit even in een nieuwe car wash. Mijn car wash die is vernieuwd, verplaatst, verhuisd. En ik dacht, het is wel eens nodig. Dus, funny. Het is niet heel bijzonder, maar toch leuk. Ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen van een oud collegaatje van mij. En ik ga het even unboxen via Instagram en dan maak ik het open en dan film ik het voor jullie. Ik zag het voorbij komen. Misschien heb je het zelf ook wel voorbij zien komen op Instagram. Want ze is echt super goed bezig met marketing en zo. Super tof om te zien. Maar ik zal het even laten zien. Het is namelijk de Moon Planner. Hoe schattig is dit. Ze hebben er een kwarts bij gedaan. Klein steentje. Super super cute. Overigens heb ik dit zelf gekocht. I like to support people. Oh my god. Damn. Super, super mooi. Heel erg tof. Ik had hem niet zo groot verwacht eerlijk gezegd. Hij is echt heel erg mooi. Nou ja, alles gaat over de maan en de sterren en... horoscopen, et cetera. En het is echt een heel goed gevuld boek. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, hier heb ik zoveel zin in om doorheen te gaan. En nou, ik vind het super, super interessant. Ik ben best wel bezig met de maan en zo elke maand. Maar hierin staat dus ook helemaal gewoon... Ja, even een overzicht van een week. Wat voor maan het is. Wat je focus kan zijn. Wat je goede dingen zijn die gebeurd zijn. Kan je opschrijven. En je hebt ook een maand overzicht. Kijk, want het ding is dus, ik heb alweer een nieuwe agenda gekocht voor het nieuwe jaar. Deze. Dit is echt puur voor werk, to-do's en zo. Ik vond het heel chill namelijk dat die ja, verticaal staat. Het lijkt een beetje op de Masha Planner indeling, maar dan kan er meer in. En het is wel ook op tijden en zo, dus dat vind ik heel chill. En gewoon heel simpel, echt 2 euro bij de Action. Echt een aanrader. Maar ik vind het ook wel tof en fijn om een ja, soort personal growth agenda te hebben of iets. En ik weet nog niet, hier ga ik dus denk ik geen
work-related dingetjes in zet. Ik ga hier denk ik gewoon een soort journal van maken. Want dit is ook niet een agenda die ik makkelijk meeneem. Dit neem je niet echt mee in je tas. Ja, ik vind het gewoon heel tof om de mogelijkheid te hebben om hier je doelen in op te schrijven. En je goals, et cetera. En iets meer te tracken waar je nou mee bezig bent. Want dat doe ik nog niet heel erg. Dat idee, dat heb ik wel. Maar ik heb gewoon een soort guide nodig. En dat is dit gewoon heel erg. Internationaal product. Made by mensen die je kent. Dus die gewoon in Nederland wonen. Super tof. Het is inmiddels 4 uur. En ik ga heel even afronden. Ik ga wat video's kijken met een theetje erbij. En dan ga ik even sporten. En dan laat ik jullie ook nog even mijn nieuwe Gymshark outfit zien. Ik laat nog even deze set zien. Van Gymshark. Volgens mij zie je echt vet veel troep op de achtergrond. Maar oké. Okay. Ja, deze kleur dus. Super tof. Deze top. Met ja, een beetje dat... van die gaatjes. Oh, ik zie net dat dit die cup een beetje doorschijnt. Nou ja, anyway. Ja, gewoon hier bandjes. En de achterkant is dit. En de broek is met hetzelfde design. Gaatjes. Heel erg blij mee. Dus hier ga ik eventjes een workout mee doen. Ik ga denk ik eventjes een paar armoefeningen doen en een paar abs. Ja. Ik ben inmiddels klaar met mijn workout. En ik ga lekker een avondje doorwerken nog. Ik heb namelijk een chille dag gehad vandaag. Maar ik moet nog even wat dingetjes lezen en doen. En ook tussendoor ga ik gewoon wat video's kijken. Maar gewoon wat ik de hele dag eigenlijk doe. Super thanks voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond deze weekvlog. Het was weer lekker chaos. Vanaf morgen mogen we weer de studio in. En vanaf morgen zal ik weer een nieuwe weekvlog filmen. Mijn weekvlogs zijn echt totale chaos op het moment. Want ik upload op zondag en ik film gewoon random. Dus het is niet altijd een hele week. Daar wil ik wel weer naartoe. Maar ik moet even denk ik weer zorgen dat ik het rond kan maken. Dat ik het van dag tot week doe. En dan een dag kan uitkiezen wanneer ik de vlog edit. Ik denk dat dat een vrijdag moet worden. Dus dan zou het van vrijdag tot vrijdag filmen. Nee. Dan zou ik bijvoorbeeld van woensdag tot woensdag. Maar dat is niet handig eigenlijk. Ja, ik weet nog niet wat ik ga doen. Anyway, thanks voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Ciao.